Hallo kijkers, Roltrui90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA The Lost and Damned. Vandaag gaan we een paar dingen doen. We gaan allereerst namelijk gewoon even naar Billy toe. Maar eerst gaan we een telefoongesprek afluisteren voor Stubbs. Private, listen. Briefly wanted to touch base and thank you for your recent assistance. Think it's probably best for both of us to keep some distance now. Don't want some fed with a stick up his ass connecting the dots, you know? Sure, okay. Sure. So are you gonna put me up for membership of your little sauna club, now that I've helped you out? You know, I don't know what the committee would think of your body art, personal hygiene, or fuck you attitude, but we'll give it a go. Good luck, sport. Good luck. In ieder geval, kijkers. Wat heb ik vandaag dus wou doen? Ik wil graag vandaag een missie van Billy gaan doen. En ik kreeg ook een reactie van iemand dat in dit gebied ergens, hier, ergens bij de exchange, hier, in de exchange, iemand zou staan met een blauw poppetje. Dus ja, dat gaan we dan ook uitzoeken. Maar ik wil eerst een missie van Billy doen, omdat ik dat belangrijker vind vandaag. In ieder geval, this shit cursed. Billy, I just don't see how we have a choice, man. I have a choice. I'm free. I'm not a slave. I have a choice. Jim, I love you, man, but since you've hit middle age, you really lost something. Yeah, and since you've fucking been strung out on this shit, you've lost something. You're fucking mine. Easy, Jim. Look who the fuck you're speaking to, huh? Hey, what's up? I'm just trying to explain to our friend here that possession is 9/10 of the law. We should make the slopes pay us back. Billy, I got Chad on the phone. Pay us back for what? Look, we have a business opportunity here, Johnny. I think a guy like you should be pleased. Yeah, but Jim says there's some problem. There is. That H we stole. It belonged to the Chinese. The deadbeats told them we got it and they want it back. So? Fuck them. Finally! Billy, Chad's on the phone about the meeting. Look, normally I'd be down for that, but these aren't the type of dudes you just say fuck them to. There's some heavily armed, pissed off motherfuckers who killed a couple of angels when they found out this shit was gone. Now I'm thinking maybe we could strike up a deal with them. Okay. Okay. Yeah, why don't you just suck them off while you're at it? And tell Chad I'm sober as can be over here! That's what I told him. Look, I just think that given this war we're back into with the Angels of Death, and given the fact that one or possibly two government agencies are looking into our shit, that offloading the heroin would be a good idea, all right? And looking for a fight is the wrong thing to do right now, given the fact that we can't even stop fighting amongst ourselves! Yeah, you're right. We should probably all get in a circle, hold hands, pray, sing kumbaya. Kumbaya! Yeah, whatever. This ain't no joking matter, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. I'd rather be dead, damn straight. Well, you don't have to do either, man. I just think that getting rid of that stuff now is the right thing to do. Okay. Okay. Dan denk ik dat we vandaag de heroïne terug gaan geven. Go to meet with Billy. Oké, dat zal ik doen. Maar ik vond het ook wel leuk om kumbaya te doen, hè. Fuck leuk. In een cirkeltje. Dan konden we Johnny even laten dansen. Alleen, dat was ook weer iets overdreven. Dat vond ik wel van die gozers. Ja. Nou, dat heb... Wacht even. Oh. Waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Als het bij van de Chinezen is, dan moeten we naar Chinatown. Weet je wel hoe ver dat is? Ja, oké. Okay. Misschien wel. Of misschien is hij het gewoon zat om domme moves te maken. In ieder geval naar links. Jongens, als ik helemaal naar Chinatown zo moet gaan rijden, dan duurt het nog wel even. Dan zijn we echt nog lang niet daar. Dan wordt het vandaag dus, jongens, een lange aflevering. Alweer. In ieder geval, jongens, jullie, één van jullie. Ik weet niet zo meer de naam uit mijn hoofd. Maar ik kreeg een reactie van een kijker dat ergens bij de exchange een blauw poppetje staat. Dus dat wil ik straks ook even gaan kijken. Maar eerst even deze missie. Want stel je voor dat het blauw poppetje er toch niet staat. Dan vind ik het onzin. Om de hele aflevering niks gedaan te hebben. Heb
Maar als het poppetje er wel staat, dan doen we alsnog die missie daar. Zeker niet. Hoe ver moeten we, gozers? Want we rijden nu echt wel een flink stuk. Tenzij je deze brug wil pakken en dan helemaal naar het zuiden wil rijden, dan zijn we nog erg lang niet klaar. Nou. Nee, oké. Je kan ook niet met varkens praten. Maar ik denk dat hij nu de cops bedoelt. Maar dat heb je op zich wel gedaan, want Nico die was ook een cop. Ja, die was niet echt een cop, maar hij werkte wel eventjes voor de cops, omdat de cops echt helemaal niks deden in de hele stad. Dus moesten wij maar de file kanten missies en zo gaan doen. En leren rijden, jongens. Oké. Okay. Ja. Oh, dat hoef ik niet te weten. Oké, dan gaan we racen. Alweer. En de vorige keer dat we met Billy ook een stuk aan het rijden waren, waren we ook aan het racen. Eindelijk kunnen we nu een beetje actie erin gooien. Ik weet niet waarom we die tunnel niet hebben genomen, maar dat maakt het op zich ook niet zoveel uit. Die gozer zijn echt zo langzaam als wat. Maar de vorige keer was het echt een sneaky plaats. Ik heb toen een race verloren volgens mij, omdat ik onder de brug moest wezen. In plaats van boven op de brug. En ik zag dat gewoon niet. Dus ja. Hoe ver is het trouwens dit? Oh, we gaan deze race makkelijk winnen. Makkelijk zelfs. Oké. Nou, kom maar op. Hoppakee. Die kant op. En dan gaan we. Dash over. Nou ja, eigenlijk naar het pijltje hier. En ik heb hier dus gewonnen. Komen die gozer nog aan of? Ik sta hier nu wel de hele tijd. En het regent. Wanneer regent het een keer hier niet? Alright, Jim, Johnny. Since you two were both so vocal in your support of this deal, you two are going to be the ones to hand over the Brown to the slopes. What? What are you and your boy here going to be doing? We are gonna watch your backs because unlike this fat man here, I just don't trust those little yellow bastards. Good luck. Hey, they don't need luck. We're looking out for them. This better be cool, man. So, Johnny, this is, Okay. We gonna be cool and do this thing? So let me get this straight. You are here to sell us back our heroin. The heroin my cousin sweated over in order to bring to this country only to have it stolen. Look, man, we can do business or go to war. It's your call. In this country, they seem to be the same thing, you stupid pieces of shit. Fuck you. Hey. Getting out ain't gonna be easy. Where's fucking Bill? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat we een gun moeten pakken, want dit is een beetje gevaarlijk. Oh god. Oké, nou. Show your fucking faces. Kom op, even reload. Hoppakee. Oh god. Oh god! Dit is echt slecht voor mijn kogelvrij vest. We moeten dit overleven.
Dan hoop ik dat er straks nog ergens een heal pack zit. En anders moeten we echt heel goed opletten. Oké. Okay. Opzij. Hoppakee. Reloaden. En dan crouchen, ja? Dan kunnen ze ons minder goed raken. En voor het geval dat... Mooi schot. Echt, dat was een heel mooi schot, gozer. Hoppakee. Stay close, brother. I stay close. Oh god. Hop. Ik moet deze gozer even aan flarden schieten. Hoppakee. Oh, daar ligt een health kit. Niet dat we die nodig hebben. Maar er ligt er wel een. Oké, okay, en verder. Hoppakee. Oké. Okay. Stukje doorlopen. En natuurlijk wel het wapen. Kijk, nu kan ik het heel goed. Oh god, dit klinkt alsof we politie achter ons aankrijgen. Daar ben ik niet mee eens, gozer. Politie, dat ben ik niet mee eens. Ik hou namelijk niet zo van politie. Ik denk dat we even moeten oppassen. Hoppakee. Dat werkt ook. Laat ik hem opschieten. Ja, ik kan nu niet naar beneden sliden. Omdat ik... Ja, nu wel. Oh. Hoi, gozer. Hoi, andere gozer. Go to the front of the building. Oh, ik zie daar geld. Hoppakee. Nou, dan gaan we hier naar beneden. Als deze gozer even opschiet. Schiet eens even op, gozer. Goed zo. En... Hop, naar beneden sliden. En... Dan moeten we hier wezen. Oh shit, politie. Oh nee. You set me up, Johnny! You set me up! Put your hands in the air. Now! Fuck you, Johnny, you're dead! Shut your goddamn mouth, shut you're your mouth! Dead. Shut up! Oh shit, hallo hé, dat had ik niet verwacht. Oh, dan bellen we even Brian. Waarom niet? Brian, man. Shit's fucked. Billy's been taken down. Where are you? Bill, yeah, he's fucked out. Thanks to you. I'm around the thanks corner. To me? Ik heb echt helemaal niks gedaan. Wait there. Let's get back to the bikes. God, nu denken ze dat het mijn schuld is. Ik heb niks gedaan. Ik wist toch niet dat die gozer mij ging aanvallen. Dat wist ik toch niet? What was all that about? Nou, dat weet ik niet. Ja, echt. Oh, Ik? Ben ik nu de leider van de Lost? Oké, dus ik ben opeens nu de leider van de Lost. In 1 seconde, zo bam, klaar. Oké. Hey, Brian. Ja, ik weet het ook niet. Ja, ik weet het ook niet. Hij werd opeens gevangen genomen. Oh. T-Lot, the Lost Boy. You are now chapter president. Need to grow back to your turf. Oh, dat is leuk.
Nou jongens, volg mij. Volg mij. Oké, dat is leuk. Dan ben ik nu de leider van de Lost. Ik ben dus eigenlijk de baas van de Lost. Oké. Tuurlijk. Stay close to the group of pirates. Bikers are leading as chapter president to talk with them. Nou, maar praat dan, jongens. Ja, dat wordt nou het vervelende. Want dit gaan ze niet blij mee zijn. Ik ben er zelf ook niet blij mee, maar... Ah, die gozer die volgen mij wel. Ik moet gewoon even snel naar ons clubhouse rijden. Ja. Zeg het eens. Oh, geen antwoord. Het regent trouwens echt bijna altijd in deze stad. Tenminste, de laatste dagen wel. Ik weet niet waarom. Maar ik vind het niet leuk. Important question, Brian. What happened there? Billy said these triads were ready to deal. Okay. I'm just hoping my brothers didn't send me into an ambush. Okay, ik hoop het ook dat ze dat niet hebben gedaan. Want het zou heel vervelend zijn. Ik ben nog steeds een beetje shocked over wat er nou. Of ik ben nog steeds een beetje verward, laat ik het zo zeggen. Over wat er namelijk is gebeurd. Ik snap er nog steeds niet veel van. Billy is opgepakt en nu ben ik de leider van de Lost. Dat deel snap ik, maar hoe? En wie heeft die ambush veroorzaakt? Ik heb het niet gedaan. Ik ben de hele tijd bezig gedaan met stuppen en alle andere missies. Dus ik had daar geen tijd voor. En ik vond Billy ook niet zo erg. Billy die deed maar gewoon een beetje wat hij wil. Want daar is Billy goed in. Maar nu door die ambush, dus eigenlijk die valstrik, is hij opgepakt. Wie wil dat... Dus er moet iemand zijn die Billy haat en graag wil dat ik de leider van de groep word. Ik begrijp nog steeds... Nee, ik weet het nog steeds niet. Misschien komen we er nog achter. Ik ga er nu niet te veel over nadenken. In ieder geval, ik denk dat de rest van de Lost niet blij zal zijn zometeen. Ik denk echt dat ze niet blij zullen zijn. Maar ja, oké, in ieder geval. Dan komt er nu een filmpje. Jesus, that was heavy, man. Fuck it. What was Billy's fucking problem? Nothing wrong with him, buddy. You two want us to end up all dead? Man, Billy was right about you. I knew you were a rat. Now he's gone, man. He ain't gone, Brian. He's gone to prison. He's not dead. You ratted him out. You ratted him out. No, I didn't. He nearly got me fucking killed. You set us up. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, Johnny. A gimp and a fucking Judas. What the fuck are you talking about, you ass-kissing little weasel? Hey, Brian, Johnny's not like that. Jim, you're wrong, man. I know you're a good guy, but this Jew prick, he fucked us over, man. He set us up and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him, and they've been calling him. I know, because they did the same to me. And they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Fuck you, man. What? You sent Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you ain't been speaking to the law. I don't prove shit to you. And I didn't talk to no one. Fuck it. Come on! You stay away from us, you hear? Jim, I guess I gotta take over as chapter president now. When people hear about Billy going down, there's gonna be more pressure on us than ever. We gotta get through it. Brothers for life, man. Lost forever. I'll see you soon. Yeah, I see you soon. En wat gaan wij nu doen? Billy arrested, Jim zit vol en Brian is er ook een stukje bij. Ja, you are now president of the Lost Motorcycle Club. Wat leuk, nu ben ik de leider van deze gang. Dat vind ik heel leuk. Maar jongens, ik ga nu even doen wat jullie nou eigenlijk vroegen. Maar ik ga eerst even de kogel van Vestel pakken. Want namelijk, jullie vroegen
over een van jullie zei dat er een blauw poppetje was. Jongens, ik weet dat de aflevering nu langer is dan normaal. Dan, dat we eigenlijk dus al op de tijd zitten. Maar ik wil toch eventjes kijken of het nou klopt of niet. En als het niet klopt, ja, dan zijn we zo weer terug. Dan neem ik even de taxi heen en terug. En als het wel klopt, dan is dat heel mooi. Dan neem ik nu even de taxi. En als ik geen taxi kan vinden, dan bel ik gewoon Clay op. Dus ik ga vast Clay aanzetten. En dan kijk ik of ik wel een taxi kan vinden of niet. Bikes. Clay hier in de buurt. Nou, dan gaan we een bike bestellen. Renovant. Dat vind ik wel een mooie bike. Ik weet niet wat het is, dus... Het is wel goed. En dan is dat een taxi. Ik heb nu een bike besteld. Ik wil wachten tot ik een bike krijg. Ik vind het onzin als ik nu de bike niet neem. Dat is gewoon onzin nu. Dus ik neem gewoon die bike op dit moment. En wat voor bike is het, gozer? Zeg het maar. Hey, hey, hier ben ik. Yo, Johnny, your bike, sir. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dit is dus een Renovant. Heel mooi. Nou, taxi, stop maar. Ik vind het echt zo onzinnig. Gewoon vijf seconden heb ik even die bike. Ja, ik vond het ook lullig voor Clay. Als ik hem gewoon liet staan. Dat vond ik dat is gewoon dan irritant geweest voor Clay. Wat is dit? Mail. Wie is mail? Jongens, ik denk dat jullie gelijk hebben. Over dat daar een poppetje staat. Mail staat hier. Ik weet alleen niet wie Mail is. We zullen zien. Nee, laat maar los. Laat maar los, Johnny. Goed zo. Ik weet alleen niet wie Mail is, maar daar komen we nog wel achter. Hé, hey, gozer. Wie ben jij? Who are you? Dave Grossman. I'm a friend of Billy's. We met at the clubhouse. Friend of Billy's, huh? Well, good luck with that. Well, hey, I haven't seen him for a long time. Oh, wacht even. Mail betekent natuurlijk man. What? What am I, the Midlife Crisis Association? Oh, look, I'm desperate, man. Take my watch, take my fleece, take anything, man. I'm fucking desperate. I'm dying here. Why is that? I'm being blackmailed by my secretary. She's saying I touched her. And I didn't do anything. She ruined my life. I didn't do anything. That's unlucky, man. Look, it'll break my daughter's heart. She's saying that I looked at her tits. And because I did that, I suppressed her. She is a fucking moron. But my wife is not a kind woman. She'll get one whiff of this. One whiff, and she'll rip my life to shreds. I'm a lawyer, and I'm getting ass raped by the law. Can you imagine what that feels like? Mercifully not. Well, look, all I need for you is to intimidate her lawyer. Just make him get her to back down, man. So you want me to go put the fear of the Lord in a lawyer? And you're gonna pay me for it? Shit, Dave, why didn't you say so in the first place? Solid, man. Okay, ik begrijp niet wat we moeten doen, maar... Oké. Okay. Go to Devonier Avenue to find a lawyer. Hup. Ik weet hoe we dat gaan doen. Taxi. 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 Ja, wat ik zei, Johnny. Taxi. Dat is namelijk heel erg handig en dat scheelt ons echt heel veel tijd. Give me the Bismarck Avenue. Oh, nee. Sure thing. We'll be there in no... nee, gozer. Wij gaan daar naartoe. Hey! Zo snel mogelijk daar naartoe. Fucking mind up. Awesome, thanks. Voordat hij ontsnapt. The lawyer got away. Shit. God, dan moet ik dat hele stuk weer gaan rijden. Oké, okay, laat me er maar uit. Ja, cap. Oké, okay, dat zocht net even nergens op. Ik heb net zijn auto gestolen. Ja. Ja, daar zo snel mogelijk. Dit is nou het leuke van GTA, hè? Je kan mensen nou echt zo trollen elke seconde. Het slaat ook echt soms nergens op. Bijvoorbeeld, ik steel naar die gozer van die gozer. Ja. Zeg hem alweer.
Ja, hey, leuk. Hoppadap. Moet ik die gozer nou doden of niet? Dat is even mijn vraag. Oh, mooi. Normaal stel ik geen taxis, maar gebruik ik ze. Nu stel ik even een taxi. Ja, eruit jij. Hoppakee. Hoppakee. Ik denk dat ik gewoon ga rammen. Ik denk dat ik gewoon ga rammen. Maar jongens, dan hebben jullie de laatste tijd best wel veel lange afleveringen. Mag ook wel eens een keertje. Je zit meestal namelijk krap tegen de tijd. En ja, jongens, ik weet dat het is geen vakantie meer, maar ja. Ik vind het gewoon leuk om GTA te doen. En ik vind het ook gewoon leuk om tegen jullie te praten. Lawyer, chase him down en in dinges. Ja, maar ik kan hem nooit inhalen. Hij heeft een rode toerisme volgens mij. God. Moet ik hem echt rammen? Maar deze auto haalt dat, haalt die rode toerisme echt nooit in. Nou, ik moet hem down, chase him down. Nee, ik hoop van niet. En als iemand dit ziet, zal hij het waarschijnlijk ook niet begrijpen. You are losing the lawyer. Ja, ik probeer hem in te halen. Ik probeer hem in te halen. Oh, daar is hij. Moet ik zijn banden toevallig neerschieten? Is dat misschien iets? Oké. Hoppakee. Moet ik hem beschieten of niet? Kom op. Ik mag hem niet doden. Volgens mij. Ik moet hem bang maken en niet doden. Hij gaat echt soms heel langzaam rijden. Niet dat ik dat niet leuk vind hoor, maar dan kan ik hem extra hard rammen. Nou, voorlopig even niet. En als er nu staat, you are losing him. Ja, dan moet ik dus even nu echt voortmaken, want anders wordt het echt een probleem. Oh, hij gaat rechtsaf. Kom op, doorrijden. Nou kijk, als hij dit soort kleine weggetjes gaat nemen, dan kan ik hem makkelijk inhalen, want die bochten, dat kan deze auto wel. You are losing the lawyer. Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar ik moet hem echt chasen. Oké, kom op. Kom op. Zijn zijn banden al lek of niet? Oh, wat gebeurt er? The lawyer got away. Kan ik dat hele stuk weer gaan? Ik heb ook echt een flink stuk gereden. Moet ik die gozer doden dan, of wat? Als ik die gozer moet doden, zeg het dan gewoon meteen. Kom op. Ik heb een taxi nodig. Jongens, ik ga niet stoppen voordat ik die missie heb gehaald. Dus dan kan het een langere aflevering worden. Dat maakt me echt helemaal niks uit. Ik ga die missie halen. Ik heb tijd zat vandaag. Dus ik ga die missie halen. Ik kan nu wel opgeven, maar ik geef gewoon niet op. Ik ga hem gewoon proberen dood te schieten. En anders ram ik hem gewoon helemaal van voren aan. Dan kom ik gewoon even van voren aanzetten.
Maar moet ik hem nou bang maken of moet ik hem nou dood maken? Don't play with the window. Awesome, thanks. Dat is nou het irritante onderdeel. Ik weet niet of ik hem mag doden. Weet je, ik dood hem gewoon. En als het niet mag, dan krijgen we daar een melding van. We spelen deze missie toch voor de zoveelste keer. Ik vind het wel een moeilijke missie bij jou, gozer. Ja, ik hoef geen bike. Gewoon een auto. En liefst een snelle. Nou, geef me dan maar even een bike. Dan zoek ik wel ondertussen even een auto. Zo. Als ik ondertussen even een auto kan vinden, is het heel mooi. Zie je ergens een auto? Maar dan heb ik echt een snelle auto nodig. Ja, ik denk dat dit wel een snelle auto is. En als we sneller zien, dan steel ik die auto gewoon. Maar dit ziet er best mooi uit. Figaro. Wat een naam voor een auto. Oké. Hoppakee. Hoppakee. En nu wil het wel. Ik moest hem niet doden, ik moest hem gewoon bang maken. Oké. Het was trouwens best wel een mooie schakel uit, het ding. Van net. Na een hele lange achtervolging, hoe schakelen we die gozer uit? Ja, gewoon rammen, jongen. Gewoon lekker rammen. Waarom niet? Oké, in ieder geval. Kijk eens. Ik denk dat ik nu naar het safehouse ga. Ik ben nu weer helemaal blij omdat we een hele mooie schakel om uit het ding hadden. En dus, we moesten hem niet doden, we moesten hem gewoon keihard rammen. Dan weten we dat ook voor de volgende keer. Rammen werkt beter. In ieder geval. Kijk eens, ik denk dat ik nu even naar... Ik denk niet eens. Ik ga gewoon nu naar mijn safehouse. En dan ga ik de aflevering afsluiten. Want we zitten al, zeg maar, op 30 minuten tijd. En dat is echt best wel wat. Volgens mij een beetje zelfs te veel. In ieder geval, kijk eens. Ik ga kijken of er nog een e-mailtje... Of er nog wat nieuws is binnengekomen. En dan ga ik de aflevering afsluiten. Maar dat... zien jullie zo meteen, want ik ga eerst even kijken of er nog wat e-mailtjes zijn binnengekomen. En ik verwacht nog een e-mailtje met ik verwacht nog een nieuws waarschijnlijk dat Billy is. Ik verwacht ook e-mailtjes. Oké. Angus Lost MC. Jongens, hebben we een pauze als je willen lezen? Reply, amen to that, brother. En jongens, hebben we een pauze als je willen lezen? Zo. En dan Eloquin, Artorny Murder. SBDU, vow to kinda look into, I guess. Oké. Ik ken deze. Dit is gebeurd door Nico. Dit is gewoon gebeurd door Nico, dit. Dit heeft Nico gedaan. Jongens, zijn we een pauze als je wilt lezen. Oké, dan gaan we nog even tv kijken. Oké, wat jij zegt. Maar er is echt weer helemaal niks op. In ieder geval, kijk eens. Dan ga ik hier de aflevering afsluiten. En dan denk ik dat we de volgende keer mooi naar Jim gaan. Om te kijken wat hij nou eigenlijk heeft. Maar dat zien jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, kijk eens hoe even een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zeggen wanneer. En dan zie ik jullie morgen als we op weg gaan naar Jim. Om daar een missie te doen. Maar dat zien jullie morgen. Want voor nu ga ik zeggen, doei!